Ik denk, ja, van de bank afhalen. Als laatste van de vier grote banken kondigde de Rabobank recent aan dat de grens voor negatieve rente wordt verlaagd. Mensen met een ton of meer op de rekening moeten nu geld betalen aan de bank. Maar ook met minder spaargeld en een rente van 0% ben je eigenlijk al de pineut. Een bijzondere situatie die niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Spaargeld is oorspronkelijk om geld mee te verdienen, dat je dus over 10 jaar meer hebt dan je nu hebt. Maar doordat die rente nu op nul is, voor bijna alle spaarrekeningen, verlies je er elk jaar op, want er komt ook nog 2% inflatie overheen op zijn minst. En daarbij loop je ook nog het risico dat er iets met de euro gebeurt. Want spaargeld is in feite beleggen in euro's. En als er met die euro's iets gebeurt, omdat Spanje omvalt of Italië omvalt, dan is jouw spaargeld dus meteen ook een stuk minder waard, daar kun je een stuk minder van kopen. Dus dan is het helemaal niet zo'n veilig potje dat je hebt weggezet voor de toekomst. Tijd om de straat op te gaan en de Nederlander te vragen wat zij vinden van de negatieve rente. Als het negatief wordt, ga ik zelf niet meer sparen. Dat wordt mij echt te duur. Ja, erg fijn natuurlijk, hè. Maar wat doe je eraan? Ja, belachelijk. Maar ja, het is niet anders, denk ik. Ja, de rente is al zo laag. En dat het nog minder wordt, dat word ik niet vrolijk van. Geen rente is ook prima, maar dat snap ik ook wel. Maar negatief, ik ga niet betalen. Als je geld spaart, wil je graag geld sparen en niet er moeten voor betalen. Niet goed. Een beetje jammer. Want je hebt natuurlijk wel, natuurlijk, je denkt uiteindelijk dat je gaat sparen en dat je dan wat rente krijgt. Maar dat krijg je dan dus niet. En dat is, ja, dan ga je op zoek naar andere dingen. Andere dingen dus, maar wat dan? Wat moeten we met ons geld als we het niet op de bank zetten? We zochten het uit en hebben 5 tips voor je. Ja, nou, het verstandigste wat je kunt doen als je spaargeld hebt, is om je schulden af te lossen. Het heeft natuurlijk weinig zin om enerzijds 0% rente voor je spaargeld te vangen en anderzijds 10% te betalen aan Visa of aan je vader of aan je broer vanwege een of andere lening. Dus die los je gewoon af. Een andere optie is beleggen. Echter denken veel mensen bij beleggen direct aan risico's. Terwijl in de huidige situatie sparen misschien wel gevaarlijker is voor de portemonnee. Met die 0% rente verlies je sowieso op je spaargeld. Dus je hebt een gegarandeerd verlies op je spaargeld. Terwijl met aandelen kun je nog verdienen. En op de langere termijn hebben mensen met aandelen altijd veel meer verdiend dan met sparen. Als beleggen toch te spannend voor je is, dan kun je je geld ook nog op een deposito zetten. Dan mag je er een hele tijd niet aankomen, 5 jaar of 3 jaar. En in ruil daarvoor krijg je een mooiere rente. Dat was vroeger een hele aardige rente. Dat is nu nog maar ongeveer maximaal 1,5%. Het is ook meestal bij buitenlandse banken. Dat risico moet je wel durven nemen om bij een obscure buitenlandse bank je spaargeld te parkeren. Maar meestal zit daar ook een overheidsgarantie op dat geld. Dat is dus ook een optie. Even terug naar de straat. Wie weet komen we daar wel de gouden tip tegen. Ja, in oude sok stoppen, maar dat maakt ook niet uit. Beleggen bijvoorbeeld of misschien een huis kopen. Aandelen, misschien nog wel eens bitcoin, crypto's. Oeh, daar heb ik nog niet zo heel erg over nagedacht. Ik denk, ja, van de bank afhalen. Ja, iets leuks kopen ermee of zo. Dat je een keer jezelf ermee verwent. Je kunt inderdaad jezelf verwennen, maar ook je kinderen als je die hebt. Lukt het ze maar niet om een eigen huis te kopen in deze gekke tijden, dan kun je ze helpen op een manier waar eigenlijk iedereen beter van wordt. Je kunt ze een bepaald bedrag schenken, maar dat bedrag wil je misschien helemaal niet schenken omdat je het later nog nodig denkt te hebben voor je oude dag. Maar je kunt het ze ook lenen en dan krijg jij er zelf rente voor. En dan gebeurt er tenminste iets met dat geld in plaats van dat het elk jaar minder en minder wordt op jouw bankrekening. En het voordeel daarvan is ook dat de kinderen de rente die ze aan jou betalen kunnen aftrekken van de belasting. Tot slot een tip die goed is voor zowel het milieu als de portemonnee. De overheid heeft heel graag dat wij ons huis verduurzamen. Je hoort ook vaak de tip stop je spaargeld in de verduurzaming van je huis. Er zijn natuurlijk wel allerlei verduurzamingen aan je huis die wel geld opleveren. Zoals goed dubbel glas, dakisolatie en dergelijke. Daar kun je dus ook je spaargeld insteken en er wat mee verdienen. Als dit zo doorgaat is de kans groot dat ook het publiek de banken massaal links laat liggen wat betreft hun spaargeld. En zo wordt sparen dus misschien wel iets uit het verleden. Als het zo doorgaat wel natuurlijk. Ja, niemand wil betalen voor sparen. Nou, dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar ik ben geen expert, maar ik kan me bijna niet voorstellen. Ik denk het wel. Maar misschien voor de mensen die wat minder vermogen te hebben, dat nog wel kan. Maar mensen met wat meer vermogen, die kijken dan naar andere opties.
Ik denk de meeste mensen gaan het nog steeds doen, omdat ze kennen dit systeem gewoon. Dus ze weten dit het best. Ze weten dat de bank is het meest gebruikte systeem om geld te sparen. Dus ik denk dat ze het nog steeds doen, maar ze gaan niet blij over zijn. Ja, misschien op den duur wel. Ja, je weet het, ja. Economen denken dat het nog wel eens heel lang kan voortduren, want de Nederlandse staat en Spanje, Italië, de Europese Unie, Amerika, die hebben gigantische schulden. Als de rente omhoog gaat, moeten zij dus meer betalen op hun schulden. Dan heb je kans op grote financiële problemen in de hele wereld. Dus het is heel goed mogelijk dat die rente zo heel lang nog op dit lage niveau blijft. Er zijn zelfs economen die denken dat die nog verder kan terugzakken. Dat zou dan betekenen dat je misschien op een spaarrekening van 10.000 euro al moet bijbetalen.